heel goedemiddag allemaal en welkom terug bij Studio TVL. We staan tegenwoordig heel veel talentenjachten. Denk maar aan Idol, X-Factor, The Voice van Vlaanderen. Allemaal op zoek naar zangtalent. Maar sinds enkele weken is er op VTM een nieuwe show te zien waarin ze eigenlijk buiten zangtalent ook nog naar andere talenten op zoek gaan. En die twee talenten, of ze hebben twee talenten gevonden, ook in het Limburgse. Er zit wel dik 1000 man, hè? Oh my god. Maar dat is juist plezant, hè? Duidelijk, hè? Voor mij is het een ja. Voilà, en van de studio's naar onze studio hier in Limburg. Heel goedemiddag, dames. Lien en Janne. Proficiat dan met jullie performance daar. Ik vond het mooi om naar te kijken. Dank je wel. Hey. En het waren drie ja's of twee ja's? Of? Twee ja's en één nee. Wie zei er nee? Ray Cooks. Ja, dat is een strenge, hè. Ja. Boe. Maar wel leuk natuurlijk, want jullie zijn door. Ja. Dat is fantastisch, hè? Als we even naar jullie act kijken, want het lijkt me heel gevaarlijk eigenlijk. Als ik jullie dan zo zie hangen, denk ik, oh, stel dat ze nu iets verkeerd doen. Is dat ook zo? Ja, een beetje, soms. Als ik haar niet goed heb, dan valt zij naar beneden. Ja. En zijn jullie al ooit gevallen? Ja. Eén keer. Ja, dat is echt zo. Maar tijdens het oefenen dan, of echt tijdens een performance? Nee, tijdens de generale. Ja. En op je hoofd gevallen? Of? Nee, we hingen denk ik toch wel 5 meter hoog en ze had mij vast. En ik weet niet, ik denk dat ze zweethanden of schuifhanden had of zoiets. En toen schoof ik van haar af en viel ik naar de grond. Ja. Een val van 5 meter en alles is nog goed gekomen? Ja, niks gebroken. Uiteindelijk wel. Gelukkig, hè? Gelukkig. Ja. Jullie moeten elkaar dan toch wel heel goed vertrouwen. Zijn jullie goede vriendinnen? Ja. Ja, beste vriendinnen misschien? Ja. Toch. En hoe lang trainen jullie al samen? 1,5 jaar. Ja. Dat is nog niet zo heel lang. Nee, ik wou net zeggen, om dat vertrouwen in elkaars handen te leggen. Maar we kennen elkaar al langer. Hè. We hebben altijd bij dezelfde club geturnd. En dan sinds 2,5 jaar terug doen we dan in doekturnen. Ja, ja. Want het is doekturnen. We zeggen allemaal gordijn. Maar ja. Eigenlijk noemt het niet zo. Ja. Nee. Maar waar oefenen jullie dat dan? Is dat gewoon een... Ja, een sporthal in Bree. Daar is zo'n lounge en daar kan je dat dan... Ja, met die haak aanmaken. Ja, kun je dat erop hangen. Ja. En uiteindelijk gaat dan dat doek hangen. Het is wel een speciaal doek, hè? Want het is niet zomaar iets wat je hier... Het is een beetje elastisch. Ja? Ja. En waar haal je dat dan zo? In Amerika heb je dat besteld. Oh. Ja. Het ziet er allemaal heel elegant uit wat ze doen, maar ik denk dat heel zwaar moet zijn. Ik heb ooit eens meegedaan met Holiday on Ice en dat was ook één act met die doeken. En dat meisje wat die act deed, die was constant aan het lopen, die was er buikspieroefeningen en toen die liep daar met gewichten rond, omdat dat heel zwaar moet zijn. Ik denk dat jullie ook wel heel wat spierballen hebben, toch? Ja, maar ik doe ook nog acro. Laat ik je voelen. Wel opspannen, hè? Anders Hoppa, kijk, dat is al een verschil, hè? Ik vind dat stoer. Ja, dat ziet er heel elegant uit, maar toch van amai, straalt enorme power uit. Ja. Hoeveel trainen jullie dan per dag of per week of per maand? Zo'n 20 uur trainen wij per week. Oh, lief. Ja, maar niet alleen aerial tissue, hè? Ook aerial tissue, de naam wordt mooi voor het toekomst. Wij met ons gordijn. Ja, heb jij ooit wel eens in de gordijnen gangen thuis? We gaan het interview met hun doen, hè? Ik had wel eens zien, de bellenpres in de gordijnen. Ja, misschien wel iets, misschien als je een muis ziet of zo. Nee, niet bang valt van muizen. Oké. Jullie grote droom is, heb ik dan gelezen, ooit in een van de acts van Cirque du Soleil terecht te komen. Ja, dat zou heel chic zijn. Dus bestaat die kans? Zijn jullie daar echt voor aan het trainen om die droom waar te maken? Hier zien we dan de curtain act van Cirque du Soleil. Ja. Oh. Ik krijg er altijd kou van als ik dat zie. Willen jullie echt zo daar in dat wereldje terechtkomen? Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. Ja. Maar hoe kom je daar terecht? Hebben jullie al contacten gelegd of zo? Nee, dat nog niet. Maar dan zouden we nog meer moeten trainen, denk ik. Ja. Nog meer dan die 20 uur per week. Ik vind het wel fantastisch. Alleszins om dat te zien. Als je daar dan ooit mag tussen hangen, dan denk ik dat je goed bezig bent. Hè. Wat maakt dat zo speciaal? Waarom doen jullie dat zo graag? Er zijn niet veel mensen die dit doen eigenlijk. En ik vind dat heel mooi om te zien ook. Waar hebben jullie het voor het eerst gezien? Ja, bij Cirque du Soleil. Ja.
echt naar een voorstelling gaan kijken, ja, of op internet? Of? Ik was dus naar een voorstelling gaan kijken en toen zag ik dat. En toen wou ik dat ook doen. Ja. En hoe begin je daar dan aan? Hoe oefen je dat? Stel, voor de allereerste keer hangt die gordijn daar. En wat gebeurt er dan? Ja, eerst leert je zo de stappen hoe dat je moet klimmen. Ja. Ja, en dan probeert je gewoon dingen uit en kijk je op YouTube hoe dat die anderen dat doen. En dan probeert dus je hebt dat gewoon op YouTube, ja, eigenlijk geleerd? Ja. Ik vind het knap. Wat YouTube allemaal niet goed voor, ja, is, hè? Maar er zijn ook heel veel mensen die hier langskomen die hebben leren breakdansen en zo via YouTube of leren zingen via YouTube. En jullie hebben dan gewoon dat geleerd via YouTube. Ja. Ik maar nu hebben jullie wel een specifieke trainster natuurlijk, hè, die jullie bijschaft. En... Ja. Oké. Okay. Ja, eigenlijk, ja, zo de delen en zo, dat doen we zelf, maar ja, zij doet zo meer, corrigeert het daarna, en zo de afwerking en zo. Ja, ja. Ja, ik had het daar straks al gezegd, we hebben hier wel een plafond waar lampen aan hangen, maar helaas kan dat gewicht niet trekken, het is ook een beetje laag. Dus jullie gaan hier voor ons iets anders kunnen doen, hè? Ja. Wat gaan jullie doen? Iets kleins op de grond. Iets kleins op de grond. Ah, wel. Wij gaan kijken naar jullie. Voilà, laat het ook maar even bij Bella, ja, dan kan ze het al nog een keer vasthouden. Voor misschien in de toekomst. Ja, wie weet. Heb je daar ambitie voor om zo van die dingen te doen? Acrobatische toestanden, ben je waaghals? Goh, ik was vroeger bij ons op het gazon achter, was ik ook constant met van alles bezig en uitproberen. En dan mijn moeder echt zo achter het raam stond van, ja, wanneer gaat ze nu haar nek breken? Want ja, dat is... Ik heb nog op de schommel gezeten waar jij ook op geschommeld hebt in Neerpelt. Oké. Okay. Ja. Maar dat zullen we straks nog even bespreken. Goed. Goed, we gaan nu gewoon kijken naar Lien en Janne, want zij doen iets speciaals kleins op onze grond. Goed gedaan, hoor. Mooi, mooi. Hoe komt het dat jullie zo lenig zijn in de rug? Oh, als ik dat dan... Ja, we oefenen daar wel op, eigenlijk. Ja, wel, maar ik vond het fantastisch dat jullie de moeite hebben genomen om naar bij ons te komen in jullie mooie outfits en om ons toch iets te tonen. Dank jullie wel. Heel veel succes. Voilà, en ik denk dat jullie het thuis wel met mij eens zijn dat het wonderen van vrouwen zijn.